Burgemeester Arjen Gerritsen, met welk gevoel kijkt u terug op uw periode als burgemeester van de gemeente Almelo? Eigenlijk met grote voldoening. De afgelopen jaren waarin ik werkzaam ben geweest in de gemeente als burgemeester, zijn er voor en bij de stad hele belangrijke ontwikkelingen op gang gekomen op het vlak van werkgelegenheid, op het vlak van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, versterken ook van de sociale structuur van de stad. Dat zijn niet altijd even hele grote succesnummers geweest. Soms wel heel erg, soms weer wat minder. Het is ook niet gezegd dat er geen slechte dingen in de stad zijn gebeurd, of dat alle problemen die er waren opgelost zijn. Maar de stad heeft grote stappen voorwaarts gezet. Wat heeft u voor de stad kunnen betekenen? Maar kijk, je kunt je nooit individueel beroemen op, nou, ik heb dit gedaan of ik heb dat kunnen bereiken. Een stad, een gemeenschap bestuur je altijd met de gemeenschap. In de eerste plaats met de mensen die jouw politiek moeten steunen, dat is de gemeenteraad. De mensen die je moeten adviseren en moeten helpen, dat is de organisatie. De mensen met wie je samenwerkt, dat is het college. Maar ook alle vrijwilligers in de stad, de mensen die zorg geven, die hulp geven, mensen die werk bieden, ondernemers, uitvinders zelfs hebben we in de stad. Met die mensen heb je samen wat voor die stad kunnen doen. En daar ben je eigenlijk maar gewoon een rader in geweest. En ik zal niet zeggen een radertje, want ik onderschat niet de positie die je als burgemeester hebt. Maar ik heb in samenwerking alleen maar kunnen werken. Ik heb niks alleen kunnen doen. Wat hebben de bewoners voor u betekend? Veel. Kijk, de stad, ik heb het vaak gezegd, de Almelo is niet het stadhuis. De gemeente is niet het bedrijf dat in dit gebouw zit. De gemeente is de gemeenschap van mensen die zich verbonden voelen met Almelo, of met Aardorp, of met Bonnebroek, of zelfs met een stukje Mariaparochie. De mensen die elke dag voor elkaar willen klaarstaan. De mensen die zich zorgen maken over de toekomst van hun kinderen, of die daar ideeën bij hebben over hoe dat er anders uit zou moeten zien. Dat is de stad en ik hoop dat we met elkaar, en ook ik, hebben kunnen overdragen dat wij er voor die mensen zijn. Hè. Dus dat die mensen ook een gevoel hebben van, goh, er is vanuit dat gemeentehuis, kan niet alles voor me gedaan worden, maar vanuit dat gemeentehuis is wel voor mij en voor die stad gezorgd. Kunt u iets noemen wat u achteraf betreurt of wat u liever anders had gedaan? Nou, eerlijk gezegd niet. Ik heb het gevoel dat ik heb met enige zelfverzekerdheid, zeg ik er ook bij, maar ook wel met, ik heb steeds met een goed gevoel en met overtuiging mijn dingen gedaan in deze stad. Nooit alleen, altijd in samenspraak en in samenwerking met anderen. En ik denk dat wij, zowel waar het gaat om de eigen organisatie, de relaties met de stad, met actoren in de stad, bedrijfsleven, vrijwilligersleven, de sportorganisaties, hebben telkens de goede dingen gedaan. En het resultaat is er ook naar, want de stad ligt daar anders bij dan 7 jaar geleden. Kunt u iets noemen waar u ongelooflijk trots op bent? Ik ben ontzettend trots op hoe vrijwilligers in de stad elkaar gevonden hebben. En een voor mij heel erg aansprekend voorbeeld is hoe wij in de Nieuwstraatkwartier, hè, dus het gebied langs de Nieuwstraat en de wijken daaromheen, ondernemers weer in een stand hebben gekregen dat ze een ondernemersvereniging hebben met elkaar. Dat ze elkaar ook helpen in de profilering. Dat we de Hagedoornschool hebben kunnen geven aan vrijwilligers uit de Goosse Maat, hè, de wijk rondom de Hagedoornschool, die daar op nagenoeg eigen kracht een heel succesvolle huiskamer voor de wijk, een buurthuis, een wijkcentrum zou je bijna kunnen zeggen, voor gemaakt hebben, waar inmiddels tal van organisaties samenwerken om het goede te doen in zorgverlening, hulpverlening, welzijnswerk voor de mensen die daar wonen. Dat zijn waar wij als gemeente een zaadje hebben kunnen planten en waar fantastische planten zijn gegroeid als het ware door die vrijwillige inzet. Dat is iets waar ik heel trots op ben. Wie of wat heeft in al die 7 jaar indruk op je gemaakt? De successen van ons bedrijfsleven vind ik een heel positief iets. De groei van de werkgelegenheid, de economische positie van Almelo als logistiek knooppunt, als hotspot van high-tech bedrijvigheid die de hele wereld overgaat. Dat blijft bij me hangen. Maar evengoed natuurlijk ook, er zijn ook hele sombere en donkere momenten in de stad geweest. En ik hoef het jaar 2021 maar te noemen met de vele geweldsincidenten die uiteindelijk 6 mensen in een jaar tijd het leven hebben gekost. Ook dat blijft wel hangen, dat heeft indruk gemaakt.
Een burgemeester is toch een soort boegbeeld. Ja. Heeft u het gevoel dat u burgemeester hebt kunnen zijn voor alle Almeloers? Natuurlijk hoop ik dat. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn geweest van ja, dat verhaal van die stad waar die burgemeester zo hard aan gewerkt heeft, dat is niet mijn verhaal. Dat kan. Ik hoop dat we met elkaar op de langere termijn zullen zien dat we de afgelopen jaren, en ook op de komende jaren waarin ik er niet meer bij ben, dat we de goede stap hebben gezet om deze stad en de kinderen in deze stad, de jongste generaties, een hele mooie toekomst te kunnen bieden. Als u opnieuw voor de eerste keer burgemeester zou worden van Almelo, wat had u dan anders gedaan? Eigenlijk niet zo heel veel anders. Ik weet het nog toen ik 7 jaar geleden aantrad. Ik heb 2 dingen gedaan. Ik heb alle raadsleden gevraagd om mij mee te nemen naar de plek in de stad waarvan zij vonden dat dat voor mij belangrijk was om die plek te zien of te kennen of het verhaal erachter te weten. Dat was heel waardevol voor mij, omdat politieke bestuurders zijn mensen die politieke verantwoordelijkheid dragen voor die stad, dan ook hun verhaal bij de burgemeester kwijt kunnen. Dat is 1. Dat is een beetje binnen het politieke systeem. Maar ik heb min of meer hetzelfde gedaan met mijn verkenningstocht door de stad. Waarbij ik weet nog dat ik door een van onze eigen medewerkers, die heel erg betrokken was bij Almelo doet mee en het armoedepact, dat ik langs allerlei instellingen ben gegaan om kennis te maken met hoe wij in deze stad ook voor de mensen zorgen die op afstand staan, voor wie het leven niet altijd zo plezierig en zo vanzelfsprekend is als dat voor ons zo is. Ook dat was heel erg leerzaam. Hè? Almelo is niet een stad van armoede, hè? Dat bedoel ik er niet mee te betogen. Maar ook in Almelo zijn mensen voor wie het leven niet makkelijk is en die hulp nodig hebben van de samenleving, van de stad. En ook die verkenning, dat had ik niet anders gedaan als ik opnieuw zou aantreden. En ik zal een volgende burgemeester ook aanraden om ja, die stad in de haarvaten te gaan verkennen. Dus maak kennis met de successen van de stad. Maak kennis met ondernemers die veel werk bieden, die belangrijke dingen op de markt zetten, die zorgen dat de schoorstenen roken in Almelo. Maar maak ook kennis met de mensen voor wie het leven niet makkelijk is. Waar maakt u zich nu de grootste zorgen om als u kijkt naar het Almelo van de komende 5 à 10 jaar? Nou ja, kijk, het is een beetje een zorg die ook ingegeven is door het feit dat je wilt bewaren wat je met elkaar hebt bereikt. Hè. We zijn van ver gekomen. De gemeente Almelo als bedrijf was technisch failliet. Negatief eigen vermogen. Het geld was op. De ambities konden niet waargemaakt worden. Er was ook een soort moedeloosheid van ja, hoe komen we daar nou weer bovenop? En wij willen zo graag voor die 75.000 mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd en dat grotere gebied willen wij de goede keuzes kunnen maken, de goede dingen kunnen doen. In 7 jaar tijd hebben we eigenlijk dat helemaal weten om te draaien met elkaar. De schuldpositie van de gemeente is weg, er is eigen vermogen. De stad kan weer zichzelf in de ogen kijken. We kunnen weer trots zijn op de dingen die we doen. Ons bedrijfsleven floreert. De mensen in de stad waarderen wat we aan vernieuwingen aanbrengen in het centrum en in de wegenloop. En de kunst is natuurlijk met elkaar dat je de focus ook houdt. Niet zozeer op de stenen die we gestapeld hebben, maar wel op wat daaronder schuil gaat. Namelijk dat het welzijn van die mensen door welvaart ook verbetert. En dat, ja, dat is een kwestie van lange adem. Dat betekent dat je dus de komende jaren, hoop ik, dat we met elkaar de koers kunnen vasthouden. En wat ziet u dan als de grootste uitdaging voor Almelo, voor zowel bestuur als burgers? Nou ja, het bestuur zet ik maar even aan de kant. Ik denk voor inwoners van onze stad is het van belang dat we met elkaar ons blijven richten op wat goed is voor ons en onze naasten. Er zijn heel veel aanvechtingen in de huidige samenleving. De lontjes zijn soms heel kort naar elkaar toe. Ik hoop dat we die gemoedelijkheid die deze stad zo kenmerkt, en nogmaals, er gebeurt ook wel eens wat in Almelo, maar de gemoedelijkheid naar elkaar toe, de normenschap om het maar even zo te noemen, dat we dat weten vast te houden. En dat we dus soms ook geduld hebben met mensen als dingen niet helemaal gaan zoals we zouden willen dat ze gaan. Dat geldt voor het bestuur eigenlijk ook. We hebben een veelkleurig politiek bedrijf in Almelo. 15 raadsfracties, dat zegt heel veel. Je kunt met z'n 15 van alles belichten waar je het met elkaar over oneens bent. Maar je kunt ook zeggen, joh, we moeten met die stad en met die mensen voor wie wij zorgen, moeten we verder. Dus we moeten zorgen dat we het ja, eens zijn, eendracht hebben. U gaat Almelo verlaten en wordt commissaris van de Koning in de provincie Flevoland per 1 november. Ja. Wat was nou uw aanleiding om
uw sollicitatiebrief te schrijven? Eigenlijk wel de opgave die daar ligt. Flevoland is een nieuw land, is een pioniersgebied waar mensen in de sfeer van landbouw, bedrijvigheid, visserij, dienstverlening, wonen, allemaal van allerlei andere plekken in het land daar naartoe zijn getrokken. Een potpourri van Nederland zou je bijna kunnen zeggen. Waar uitdagingen liggen om het gebied bereikbaar te houden over spoor en over de weg. Waar uitdagingen liggen om de woningbouwbehoeften van de rest van Nederland ook op te vangen. Er is veel ruimte gereserveerd om woningen te realiseren. Waar in de sfeer van bijvoorbeeld de luchtvaart er een discussie loopt over de toekomst van luchthaven Lelystad in relatie tot Schiphol. Waar de visserij, en dan denk ik met name aan bijvoorbeeld Urk, hè, waar zowel de waddenvisserij als daarbuiten nog een rol van betekenis heeft, ook tegen allerlei vraagstukken aanloopt. En daar wil je als bestuurder, ja, het instinct van een bestuurder is dat je daar wil je bij horen. Dat is enerzijds. Anderzijds kan ik ook niet weglopen voor mijn eigen afweging. Ik ben 21 jaar burgemeester. En dan komt zo'n vacature voorbij. En daar zit natuurlijk ook wel de uitdaging in om eens een keer wat anders te gaan doen dan burgemeester zijn. En ook dat was een trigger om te solliciteren. Het is een andere uitdaging met een hele andere dynamiek. Ja. Welke ervaringen neemt u vanuit het Almeloze mee naar Flevoland? Nou ja, kijk, als burgemeester ben ik de afgelopen jaren min of meer wel gekneed in die rol van voorzitter zijn. Proberen de boel aan elkaar te verbonden te houden. De boel bij elkaar houden, zei Job Cohen ooit over het burgemeesterschap. Is een heel belangrijke onderdeel van het werk van een politicus en van een politieke bestuurder. En ik ben eerder een bestuurder dan een politicus, dus dat spreekt mij ook heel erg aan. Die vorming neem je natuurlijk wel mee naar een andere voorzittersrol. Want ook een commissaris heeft een voorzittersrol van dat hele provinciale bestuur. Wat wilt u de inwoners van Almelo meegeven? Ik wil ze meegeven dat ik hoop dat het goed met ze blijft gaan. Want het gaat goed met de stad. Ik wil ze meegeven dat ik hoop dat ze naar elkaar blijven omzien. Daar maak ik me niet zoveel zorgen om, want het zit in onze inborst. Dat ze zuinig zijn op elkaar en dat ze zuinig zijn op die mooie stad. En als u nou geen burgemeester was geworden, wat was u dan waarschijnlijk wel geworden? Ja. Nou, meneer Kooi, wij hebben daar wel eens een keer vaker over gesproken. Van mij is bekend dat ik graag nog wel eens een keer een boodschap overbreng. Dus misschien was ik wel dominee geworden. Ja. Komt u nog een keer terug in Almelo of Bonnebroek of Adorp? Ik blijf hier familie en vrienden houden in deze stad. Ik blijf verknocht aan deze stad. Dit is de stad van mijn jeugd. Hè? Ik heb hier op school gezeten ooit. Dat was ook voor mij een ontzettend leuk toen ik hoorde dat hier een vacature kwam om hierop te gaan solliciteren. Omdat ik mij verbonden voel met deze stad. En Almelo gaat niet alleen niet uit mijn hart, maar ook niet uit mijn leven. Dus ik blijf hier heel graag komen. Dank u wel voor dit graag gesprek. Graag gedaan.